ben er. Het is echt mega groot. En ik ben dus voor het eerst alleen. Ik vind het best wel gek om alleen te filmen, maar goed. Ik kwam binnen en ik zag dus gelijk dit item. Oh mijn god. Gewoon een wide angle trainingsbroek voor maar 2,45. Dus die ga ik sowieso meenemen. Kijk hoe mooi jasje. Ik sta nu in een pashokje en ik heb echt veel. Ik stond hier en ik keek eens achter me en ik dacht, oh mijn god, dit zijn gewoon jeans en ik vind dit echt awesome. Kijk hoe nice. Dit vind ik nou echt heel leuk dat ze dit hebben gedaan. Het is hier trouwens zo hoog. Echt cool. Het is echt een loods. Ik ga passen. Ik heb echt heel veel verschillende dingen. En ik merk wel dat ik echt de verkeerde broek aan heb. Want ik heb bijvoorbeeld een paarse trui. Nou, dat gaat natuurlijk helemaal niet staan op deze broek. Dus dat wordt zo filmen. Ik heb alles hier eventjes opgehangen. Het is helemaal niet zo heel erg veel. En ik kwam erachter dat ik die broek had. Dus dit kan ik ook nog gebruiken als zwarte broek. Deze hier gevonden. En het is echt zo'n sweater dress. En I love it. En deze is 14,95. Best wel duur voor een kringloop. Ik weet niet of het een merk is, maar Belty. Hij voelt wel heel nice, dus ik denk dat het een merk is. Oké, ik ga eerst beginnen met de jasjes die ik heb. Want dan kan ik die gewoon op mijn broek doen. En deze is van Steps, alleen ik vind hem zo nice. Alleen er staat geen prijs op. Top. Hoe cute is dit jasje? I love it. Alleen het past echt totaal niet op mijn broek, dus forget it. Maar leuk. Oh my god. Zo cute. Hij is echt nog zo mooi. Ik heb wel echt zin om hem te kroppen. Ik denk dat hij dan wel leuker is. Kijk, dan is het zeg maar meer zo. Wat vinden jullie? Ja, ik denk dat hij gekropt leuker is dan zo lang. Alleen weet ik dus niet hoeveel die kost. Hij sluit verder echt perfect aan. I love it. Ik voel me wel alsof ik op safari ga of zo. But hey, that's okay. Ik ben dus al heel lang op zoek naar een leren jas. En dit is een Colbert. En ik dacht, ik neem hem gewoon mee. En hij is 8,95, maat 44. Maar ik ben heel erg benieuwd hoe dit staat. En hij ziet er wel gewoon echt nice uit. Dus ik ben benieuwd. Ik heb hem aan. En ik weet dus niet wat ik ervan moet vinden. Ik vind het wel echt staan. Maar ik weet het niet. Hij sluit wel echt super mooi aan. Ook al is het maat 44 en ik heb maat 34. Maar ik weet niet of ik het leuk vind omdat het een Colbert is. Aan de andere kant vind ik het eigenlijk wel heel cool. Misschien is het ook de broek natuurlijk. Ik ga eventjes die trainingsbroek passen. Even erop. En hij is wel 8 euro. En hij is van Vogel. Dat een merk is waar mijn oma vroeger winkelde. En dat was echt niet zo duur. Dus wel een vibe of zo. En dat is het ook als je zeg maar alleen gaat. Dan kan je het ook niet aan iemand vragen. Ik ga even die broek aan doen. Ik heb de trainingsbroek aan. En I love it. En het is eventjes voor het idee dat er een zwarte broek onder zit, zeg maar. Want ik zou het natuurlijk niet dragen met deze trainingsbroek. Maar hier komt hij wel zeg maar meer tot zijn recht. Het jasje. Ik weet zeg maar niet of ik het echt ga dragen. Maar ik vind het wel cool. Ik ga jullie even de trainingsbroek laten zien.
Hoor je de muziek? Dit is de trainingsbroek. En hij zit super lekker en hij is maar 2,50. En ik heb hem best wel hoog gedaan, omdat hij toch wel lang is. En het is een beetje kut, want kijk, deze spiegel is niet tot daar. Dus ik kan hem niet heel goed laten zien. Oh, ik kan hem zelfs zo laten zien. Kijk. Wacht, ik sta nu meteen. Oh my god, help. Kijk. Simpel. Valt hij wel goed? Ik denk dat ik de trainingsbroek gewoon ga doen. Deze zit echt chill. En ik vind hem wel eens. Ik vond dus deze hele mooie paarse trui. En hij is vet zacht. Deze is €5,95. Ik ga hem op deze passen. Want ik denk dat het wel heel erg nice is. Ik denk dat het een lookje is. Ja. Ik hou hier dus echt van. Oh mijn god. Hij is wel echt oversized. En ik denk dat ik hem gewoon ga inkorten. Want ik weet niet of ik het zie. Maar kijk, ik heb het hier helemaal ingepropt. Ik vind het echt zo'n mooie kleur. En hij is echt lekker zacht. I love it. Dit is volgens mij echt zo'n oma trui. Maar ja, I'm obsessed. Ja man. Ook gewoon. Ik vind het echt een look. Het is gewoon een look. Ik kan niet anders van maken. Eerlijk. Kijk hoe mooi deze kleur. Ik hoop echt dat jullie het goed zien. Ik vind het ook best wel leuk met dat colletje. Ik heb daar echt nooit bewust over nagedacht. Ik deed het altijd gewoon zo aan. Alleen het heeft wel iets of zo. Ik vond het gewoon veel te koud om mijn coltrui uit te doen. Dus ik heb het gewoon overheen gedaan. Maar het is ook wel leuk. Ja, deze gaat sowieso mee. Ik kan niet. Ik kan niet laten. Deze blazer. Oh mijn god. Zo mooi. Hij is hartstikke oversized, maar hij... Ik ben echt even speechless. Het is een blazer met van die strepen. En normaal zou ik dit nooit pakken. Maar super mooi. Wacht, ik moet even kijken welke maat het is. Dit is maat 40. En hij is dus 8,95. Daarom kijk ik eigenlijk nooit naar de maten, omdat dit is dus maat 40. En I'm shook. Ik zit wel echt denk van, ga ik het echt dragen? Oh, hij is echt super mooi. Ik moet even buiten gaan staan. Kijk. Oké, dit is het jasje. En dit is de joggingbroek. Nog een tip van mij. Kijk altijd bij de items die terug zijn gelegd. Wie weet vind je daar nog wat. Zo zie je het ook beter. Dit is die leren. Ik weet het gewoon niet. En hier hulplijn. Oké, ik ga even een hulplijn inschakelen. Ik ga eventjes in mee facetimen. Want your girl weet het gewoon niet. Ik moet plassen ook. Ik weet het gewoon nog een keer. Ik weet het niet meer nemen. Ik maak gewoon even een fotootje. Deze. Oké. Ik ga gewoon door en dan krijg ik even een antwoord. Ik heb me weer omgekleed. En ik twijfel nog steeds. Mail heeft nog niks geantwoord. We're waiting on you, my friend. Maar ik ga ze gewoon even mijn mandje doen en dan ga ik nog even rondlopen. De trainingsbroek gaat sowieso mee. Ik doe ook naar de in. Deze gaat sowieso mee. Love. Hier twijfel ik over. Hij is echt prachtig, maar ik weet niet hoeveel die kost. En ik moet hem gaan knippen. Ik heb er echt zin in, dus deze ga ik laten. Oh, ik ben mijn dress vergeten. Ik ga hem gewoon ook mijn broek heen passen. Hier is hij nice. Maar hij loopt dus echt heel wijd hier. Aan de onderkant. En dat vind ik minder nice. Dus deze sowieso niet.
Oeh, is dat. Hi! Ik was douchen. Hey! Maar ik ben nu alweer de boeken. Leren twijfel ik over die anderen ook of ik het wel echt ga dragen, toch? Ja, ik dacht nu allereerst te leren, ga je het wel dragen? Ja. Nice, ik vond. Dus, hallo. Ik ben nu bij het home gedeelte en ik vind dus deze super mooie lijst. 1,95. Deze gaat echt mee. Oh, pretty. Oh. Dit is dan jammer. Zo koud. Ik ben net uit de Kringloop. En ik vond het heel nice. Het is echt een warenhuis. Ze hebben echt mega veel. Dus ik ben heel erg blij dat ik er ben geweest. En ik ben geslaagd. Ik vind het zeker een aanrader. Volgens mij is het goed ook echt een keten. Dus ze hebben echt meerdere filialen. Dus dat is ook wel heel erg nice. En ik heb uiteindelijk dus toch de blazer genomen met strepen en niet de leren blazer. Ik heb mijn trui en mijn trainingsbroek. En het lijstje. Stop. Trouwens, het is echt zo handig om mee te nemen. Ik neem de tasje altijd mee. Omdat ik dan daar geen plastic tas hoef te halen. En hier past zoveel in. Dit is de eerste look die ik ervan heb gemaakt. Ik hou ervan om dit te combineren met mijn champion trui. Lekker felle kleur om een beetje dat saaie trainingsbroek eruit te halen. Ketting, oorbellen, tossie. En ja, ik heb ook nog dit tasje. Dit is wel echt wat stoer. Dit zou ik niet zo heel snel aandoen. Misschien als ik naar de supermarkt zou gaan. Eee. Nou, dan tweede is het met deze trui. En dit is een beetje een inspired look van Whitney. En I love it. Dan de blazer. Ik style het met een oversized soorte simpele black tee. Met dezelfde accessoires en mijn Levi's ribcage high-waisted jeans. En ja, lekker een all black outfit. En dan met deze super mooie shiny lock shoes van de Monkey. I love it. Ja, het is een look. Tasje erbij. En you're ready to go. Ik hou soms echt van die all black outfits. Maar ik vind het ook heel erg fijn om lekker sneaks te dragen bij zo'n blazer. Om het gewoon niet te chic te laten maken. Lijken, hoe je het ook zegt. En dan mijn paarse trui die ik heb gevonden. En deze heb ik eigenlijk met dezelfde jeans gesteld. En met mijn schoenen. En ik doe daarbij mijn haar in een knot. Voor die een beetje lazy vintage look. En daarbij draag ik mijn oversized leren jas. Die ik ook vintage heb gekocht. En dat was het. Ik dacht, dit is nog wel heel erg leuk om erbij te doen. Ik had het ook op Instagram aan jullie gevraagd. En ja, moet ik dit vaker doen? Let me know. Ik hoop dat jullie deze video heel erg leuk vonden. Laat het me weten. En dan zie ik jullie weer in een volgende video. Bye!